Als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat we de eerste helft behoorlijk goed spelen. Goede fases hebben, niet, niet de hele eerste helft. Maar toch behoorlijk wat controle in de wedstrijd. Vrij lang de bal. Ja, dan hoop je eigenlijk de tweede helft door nog wat puntjes op de i te zetten. Ja, door een stapje erbij te zetten. Maar de, de, de tweede helft zakten we heel ver weg. Vond ik het heel matig vanuit onze kant. Slecht in het positiespel. Hele moeilijke keuzes. Ik vond het ook veel te egoïstisch vaak. Toch nog zelf willen wegdraaien in plaats van de bal gunnen aan een ander. En uh, ja, dat heeft ons uh, uiteindelijk uh, de kop gekost, want we verloren de controle. Uh, Eindhoven werd duidelijk beter in de tweede helft, kreeg meer uh, dreigende momenten. Uh, op een uh, korte periode, na, vlak na de wissels met Terry en uh, Donny, kregen we even weer wat controle in de wedstrijd. Maar de tweede helft was onvoldoende. 90 minuten spelen en scoren. Uh, maakt dat jou tot een gelukkig man? Ja, aan de ene kant wel natuurlijk. Het is, uh, het is hartstikke mooi om mee eens de 90 te, te mogen spelen. Ik heb, ook, uh, ik heb ook gescoord, maar ik heb ook een grote fout gemaakt bij de, bij de 1-0 of bij de 0-1. Dus uh, ik moest het wel even goed maken. Maar uh, ik, ik, ben, ik ben wel blij. Ik ben blij. Wat, uh, om maar even met de tijd mee te gaan dan in begin beginnen. Wat gebeurde er bij het tegendeelpunt? Ja, ja, het is eigenlijk best simpel. Ik zie gewoon niet die man die, die, in, mijn rug, uh, die in mijn rug zit. Ik heb uh, volgens mij twee uh, mensen naast me en dan, dan uh, denk ik dat ik gewoon makkelijk naar rechts kan draaien. En, uh, ja, dan, dan is die ene daar en dan, dan is het al te laat. En hij, hij maakt hem ook mooi af uiteindelijk. Maar ja, uh, dat was natuurlijk een, een rotgevoel maar uh, dan moet je weer bovenop komen. Ja, en dat deed je ongeveer anderhalf minuut later. Hè? Dat was wel prettig dat het zo snel was, denk ik. Ja, zeker. zeker. En daar had ik ook wel gehoopt dat, uh, dat we dat we nog meer konden doen. Uh, konden doen. Ik, ik had het gevoel dat we, dat we op dat moment de bovenliggende partij was. Uh, dus, uh, dus dat was wel een mooi moment. En, uh, en, en ja, uh, ik dacht echt dat we dan eigenlijk die wedstrijd zouden gaan winnen, maar uh, uiteindelijk niet. In één keer gingen we rechte ballen spelen, mensen in de dekking. Ja, de tegengoal was wel uh, de Duitsers zeggen uh, symptomatisch. Hè. Maar Victor die daar nog weg wil draaien, zo uh, vlak voor zijn eigen uh, laatste linie. Ja, dat mag gewoon niet. Uh, daar was hij niet de enigste in. En daar hadden we in de tweede helft veel te veel spelers die uh, ja, onnodig en dom balverlies hebben geleden. Ja, Victor is denk ik voornamelijk op zoek naar het lekkere gevoel voor hemzelf weer. Hè? Ja, ja kan je aan de ene kant begrijpelijk. Hè. Aan de andere kant uh, ja, zal hij toch uh, heel erg in het gedacht ook weer moeten komen. Omdat uh, ja, uh, je, je met z'n elfen druk moet zetten en met z'n elfen moet uh, opbouwen aanvallen. En uh, nou goed, uh, daar, daar moeten we ook nog niet te streng in zijn. Uh, maar uh, ja, goed, uh, uh, dat wat er ook bij die tegengoal gebeurt, en, uh, dat weet hij zelf denk ik ook. Want dat mag, mag hem uh, uiteraard niet uh, overkomen. Hij maakt het wel goed. Ongeveer anderhalf minuut later. Ja, nee, dat klopt. Uh, hij rond hem uh, uiteindelijk uh, uh, prima af en uh, nou goed, uh, uh, dat is dan in ieder geval uh, positief te noemen. Vandaag die eerste 90. Hoe voel je je nu? Ben je gesloopt? Of valt het nog wel mee? Ik, ik voel het wel morgen aankomen, moet ik zeggen. Nu al. Uh, ik voel mijn kuiten al een beetje uh, gespannen. Maar uh, nee, voor de rest, uh, rest voelde ik prima, moet ik zeggen. Ik voelde me goed tijdens de wedstrijd. Ik voelde me goed daarvoor. En ik voel me nu ook uh, eigenlijk best goed. En gelukkig uh, is het morgen gewoon een hersteltraining. En dan, uh, dan ben ik uh, zondag vrij. Ga ik lekker uh, eerst kijken op, uh, op de bank. En dan, uh, dan ben ik maandag weer klaar voor. Ja, en dan gewoon rustig gaan verder bouwen, dat wedstrijdritme opdoen en dan uh, zie je wel hoe dit seizoen eindigt of niet. Ja precies. Ik heb uh, ik heb geen haast en uh, ik, uh, ik kijk nu gewoon uh, uit naar de naar de wedstrijd dinsdag tegen Jong PSV en, uh, en meer kan ik niet doen en dan, uh, dan blijf ik voor uh, voor de rest gewoon uh, lekker rustig in mijn hoofd en, uh, en kijken wat uh, wat gaat gebeuren.